donderdag. Deze week was volop in het nieuws dat coöperatie Mensis gaat stoppen met beleggen in fastfood. Dit is onderdeel van ons nieuwe duurzaam beleggenbeleid. We zetten in op gezondheid, welzijn en klimaat. Bedrijven die niet goed scoren op gezondheid passen daar niet meer bij. En daarom verdwijnen ze uit onze beleggingsportefeuille. Over gezondheid gesproken, een van de voedingsmiddelen waar we een beetje rustig aan mee moeten doen is suiker. Gemiddeld krijgen we 99 klontjes toegevoegde suikers binnen per week. Dit kan wel een tandje minder. En daarom hebben we van 13 tot en met 19 juni de week zonder suiker. Met de suikerchallenge van het Diabetesfonds eten en drinken we een week lang een beetje gezonder, zonder toegevoegde suikers. En dan nemen we roken ook nog even mee. Want afgelopen week was het Wereld Niet Roken Dag. Echt mooi moment om even stil te staan bij de gevolgen van roken en de voordelen van stoppen. Voor werkgevers met medewerkers die roken en rokers zelf hebben we handige inzichten en tips om te stoppen op een rijtje gezet. Check de comments voor de links.